Ja, die zijn al bijna helemaal uitgebloeid. Geeft ook een bepaalde rust eigenlijk af. Een hele goede middag alweer, beste mensen. Super tof dat jij weer hebt gedrukt op deze fantastische middag. Ik hoop dat ik ook een leuk vlog. We gaan er weer een leuke vlog van maken. En ja, het is voor mij 2 dagen terug bijna dat ik een vlog heb gemaakt. Niet heb geüpload. Want ja, ik upload gewoon nog steeds elke dag gewoon een vlog. Deze vlog komt trouwens wel pas later op deze dag. Want het is voor mij nu ook op dit moment nu maandag 9 september 6:10. Dus de vlog had al lang online moeten staan. Maar de afgelopen 2 dagen ben ik gewoon hier geweest in Groningen. In Scheemda, Westerlee. Ja, en dan als je dan gaat filmen, ja, dan is het oké. Okay. Maar dan moet je ook gewoon rekening houden met de privacywet en dat soort dingen. En dan ben je gewoon met elkaar. Dan is het filmen net niet waard, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar ik wil toch nog wel eigenlijk gewoon een vlog plaatsen. Hè? Want ik heb het wel aan jullie zo beloofd, om het maar zo te zeggen. Ik heb niet altijd nagegaan, maar dit keer wel. Maar toch nog zo van, ja, hoe prachtig. Zo kan ik het een beetje noemen. Ja, en mijn linkerarm begint weer te trillen zoals altijd. Want dan op een gegeven moment, na een minuut of 2 bijna, gaat mijn hand een beetje trillen. Maar nee, het is eigenlijk gewoon zo van, ja, je woont hier in principe dan gewoon helemaal, ja, alleen bijna. Om het maar zo te zeggen. Gewoon met allemaal gras. En daar dan de maisvelden. Wat nu nog niet echt, ja, het is wel mais. Maar je kunt er dan, zeg maar, nog niet echt iets van eten. Dat duurt nog eventjes. Maar het begint al flink te groeien hier. En ik ben hier gemiddeld zo'n 2 keer in de maand in het weekend. Wordt de komende maand, of de komende maanden, net iets lastiger. Maar ja, dat is ook in verband met school en eigen dingen. Dat begrijpen jullie vast wel. En voor de rest, ja, het is rustig. Ja, het enige nadeel is wel voor mij is dat ze hier honden hebben en katten. Daar kan ik zelf niet zo heel erg goed tegen. Dus ik ga morgen middag, nadat ik mijn dienst klaar heb bij de NS, ga ik door naar de apotheek. Ga ik daar honden- en kattenallergie voor mezelf halen. Die dan 1 keer per dag of zoiets, dacht ik, slikken. En dan zou het voor 95% moeten helpen. Dus dat zou al heel wat schelen. Want ik loop al steeds te niezen. En ik heb zo'n pakje van de Jumbo, van zakdoekjes waar ongeveer dan 100 stuks in zit. Die dan zeg maar zo eruit moet halen. Daar heb ik al bijna 100 stuks van gebruikt in minder dan een dag tijd. Dus dat is, laat zeggen, veel. Ja, ik ben ook snel buiten adem. Ik weet ook niet precies hoe dat komt. Ja, ik denk gewoon puur vanwege mijn neus. En de zon, die schijnt nu prachtig. Dus ik denk zo van, oké, in welke zon of in welke stand zal ik nog wel filmen? Kijk hoor, ja. Dus nee, ja, kijk, ik ben nu inmiddels al aangekomen bij het maiskolf gebeuren. Ja, ik weet niet. Zo van, ik ben zelf niet echt heel erg fan van het groene. Moet ik ook echt eerlijk in zijn. Want ik ben zelf niet zo heel erg snel geïnteresseerd in bosgebieden of wat dan ook. Ik ben meer zo'n persoon van lekker op het strand, al je kan iets, dat soort dingen. Kijk, af en toe is het best wel fijn en best wel rustgevend. Kijk, het hoeft voor mij ook niet zo te zijn. Kijk, stel je voor, ik zou hier komen te wonen. Vind ik het geen enkel probleem. Dan kun je gewoon je eigen plekje gewoon vinden en wat dan ook. Maar dan zou ik zeg maar niet zo snel, dan als ik dan op vakantie ga, ga ik niet zo snel toe naar een land waar heel veel groen is. Zou ik zeg maar gaan gewoon weer voor Turkije of voor Griekenland. En dan weer gewoon naar Hotel Paradiso. Daar heb ik nu toe al 2 of 3 keer goede ervaringen mee, dus dat is alleen maar positief. Maar even over de mais. Kijk, ik loop al nu al een minuut of 4 alweer te lullen. Met af en toe een beetje knip en plak. Maar dit zijn dus een beetje de maiskolven op dit moment. Ja, die zijn al bijna helemaal uitgebloeid. Ik zou nog wel. De eigenaren die zitten denk ik hierachter. Maar ik denk met een week of 2, 3 dat ze vast wel klaar zijn, denk ik. Want dat ze altijd. Ik vind altijd dat het een gokje soms is. Zo van wanneer het ongeveer klaar is.
Net zoals dat hier gewoon random mais groeit. Je zou meer verwachten dat het gewoon lekker daar groeit. Maar niet hier. Maar ja, ja. Soms is dat niet anders. Nee, dat is het dus wel een beetje. Ja, en daarachter... achter dan die windmolens. Ik heb daarachter staan dus windmolens. Was er eerst vroeger niet. Dat is er later bijgekomen. Ik zit even te kijken of het licht wel allemaal goed is. Ja, soort van wel, ja. En ik weet niet precies wat er meer was. Een soort van kerkachtig iets. Wat er was of wat er nu is. Dus en als jullie uiteraard meer willen weten, kun je altijd naar Westerlee of naar Scheemda gaan. Maar voor nu vind ik het best aardig. Nou, ik zou niet zeggen zo van, oh, dit is hartstikke prachtig. Nou, dit trouwens wel. Heel eerlijk gezegd, ik ga echt niet liegen. Maar dit, hoe dit gewoon lekker zo is, ik vind het prachtig. Nou, het is klein, maar het is gewoon een hele veld gewoon lekker vol. Geeft ook een bepaalde rust eigenlijk af. Beetje hetzelfde als dat, alleen dat is dan wel wat minder groen. En daar denkt mijn brein niet zo rustig over na, omdat het dan weer twee andere kleuren zijn. Maar dit is gewoon totaal groen. Ja, kijk, en dat vind ik dan wel weer fijn. Dus, dat was denk ik wel een beetje van het Scheemda, Westerlee, Groningen gedeelte. Ja, even een keertje wat anders dan wat ik normaal gesproken zou doen in een vlog. Normaal gesproken zou ik alleen maar aan mezelf praten en dan zeggen ze van oké, ik heb dat gedaan in plaats van dat ik het ook laat filmen. Omdat het altijd een beetje het struk op bij mij van dan wil ik het wel laten zien, alleen dan ben ik bang dat het dan niet zo heel erg goed is. Dus dan zeg ik het pas achteraf wat ik pas heb gedaan. Een beetje dat eigenlijk. Soms dan maak ik wel foto's of video's met mijn telefoon. Alleen dan is de kwaliteit daarvan ook wel een heel stuk lager. Of soms een heel stuk hoger. Dat het delen qua foto's dan weer niet zo heel goed gaat. Binnen het exportprogramma waarmee ik dus bewerk. En hier ben ik trouwens. Hallo. Dat een beetje. En nou ja, zoals hoe het nu gaat, gaat de vlog hartstikke goed. En daar ben ik alleen maar blij mee. Want dat zeg ik iedere keer bijna in iedere vlog. Ik wil hier ook graag mijn baan van kunnen maken. Gaat alleen als dat jullie blijven kijken. Uiteraard abonneren. Dus als jij nog niet bent geabonneerd. Of deze video hebt geliked. Doe dat dan. Het is allemaal gratis. Kijk is gratis. Ja, kijk, het enige wat voor jou misschien het nadeel is. Je kijkt ongeveer 10 minuten naar een video. Maar dan help je mij weer bij. Dus. En met regelmaat doe ik ook winacties. Ja, en dat soort winacties betaal ik dan wel gewoon uit eigen zak. Want ja, hè, met de vlog... voor nu verdien ik, en dan ben ik gewoon heel erg eerlijk in. Ik blijf gewoon eerlijk in met hoeveel ik verdien per vlog. Tot een bepaald bedrag. Maar ik verdien nu zelf gemiddeld zo'n 20 cent per vlog. Dus het is al een stijging met 50% ten opzichte van hoe ik eerst verdiende met de vlogs. Dus dat is alleen maar positief. Dus blijf gewoon de vlogs delen. Ik deel het ook zo vaak mogelijk op mijn Instagram, op mijn Snapchat. En hoe meer... kijkers, hoe meer geld, en hoe meer geld, hoe meer winacties, nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus hier was het eigenlijk al vanuit Scheemda, Winschoten, Groningen. Ik ga hier gewoon lekker genieten van deze warmte. Zo, heerlijk. Een soort van stilte voor de storm, want de wolken hier zijn niet zo positief. Maar ik blijf wel gewoon lekker positief. Dus. En waarschijnlijk is het volgende shot dat ik in Kampen ben. Ja, ik wil bijna zeggen in Zwolle. Maar in het oude Kampen ben. Het duurde te lang. Zo, beste mensen, ik ben inmiddels alweer thuis hier aangekomen. Het is op dit moment nu 11:15. En deze vlog is online om 11:45 ongeveer. Het is al 11:15. Ik heb een leuke dag gehad. Ik ben heel erg moe. Het is ook een leerzame vlog. Want dat vind ik gewoon zelf. Ik heb er goed aan gewerkt. Dus ja, ik ga dus inderdaad hier bij de vlog afsluiten. Dus hopelijk heb jij gewoon genoten van deze vlog. Zo, ja, vergeet uiteraard niet te tikken omhoog te vinden. Maar ik laat het abonneren hier beneden. Maar hoop ik jou dit keer morgen gewoon terug bij die vlog om 4:30 PM. En dan zeg ik zoals altijd, later.